Natuurkunde, HAVO, hoofdstuk 5, paragraaf 1. De vragen die van mijn kant de moeite waard zijn om te bespreken, dat zijn 8 en 9. 9 omdat er een sterretje voor staat. 8 omdat het een leesvraag is. Dus je moet hier je info uithalen. Wordt over het algemeen als vrij lastig beschouwd. Dus 8 neem ik mee. En vanaf vraag 7 naar beneden toe, 6, 5, etc. is vooral omrekenen. Kijk naar vraag 7. Hier staat 50 seconden 310 km per uur, 15 seconden 100 km per uur, omrekenen naar meter per seconde. En dan kan je de versnelling uitrekenen. De versnelling weten jullie, ik ga het even één keer nog laten zien. Daar is dus de formule voor deze A is delta V gedeelte delta T. Vraag 7 doe ik dus niet. Vraag 8 daarentegen wel. Vraag 8a. We gaan dit artikel lezen. Heb ik al een paar keer gedaan, jullie hopelijk ook. Dus ik ga zo door naar A. Bereken de topsnelheid van de jachtluipaard in kilometer per uur. Ze noemen twee topsnelheden. Ze zeggen een gemiddelde topsnelheid van 14,9 meter per seconde. En deze topsnelheid van 27 meter per seconde. Ik denk dat ze deze ook bedoelen. Dus het is 27 maal 3,6. Want we moeten naar meter per seconde. Ik heb geen rekenmachine hier liggen. Dit moeten jullie dus even doen. Dus ik zet puntje, 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 puntje. Meter per seconde. 27 maal 3,6. Ja, mijn telefoon, dat gebruik ik nu als camera, dus ik kan daar niet op rekenen. Dus dat laat ik even open. Zou niet te moeilijk moeten zijn. 8b. In de tekst staat dat de snelheid van een jachtluipaard per stap toeneemt met 3 meter per seconde. Leg uit hoeveel stappen een jachtluipaard minimaal nodig heeft om een topsnelheid van 27 meter per seconde te bereiken. Hij moet dus V max, V is velocity, max is maximum, dus maximum velocity is 27 meter per seconde. Ik heb trouwens een foutje gemaakt bij A, zie ik nu. Hoe kilometer per uur zijn, excuus daarvoor. Het zal me niet meer gebeuren, hopelijk. Kilometer per uur, het zijn lange, zware dagen voor mij. Excuus, kilometer per uur. Ja? Terug naar B. V max is 27 meter per seconde, is de maximum snelheid. Wij weten dat per stap de snelheid toeneemt met 3 meter per seconde. Dus als een luipaard stilstaat, dan is de snelheid 0. V is 0. Doet hij 1 stap, V is 3. Doet hij 2 stappen, V is 6. Nou, kun je natuurlijk wel nagaan dat het aantal benodigde stappen 9 moet zijn. Want je deelt 27 door 3. Want elke stap is 3 meter per seconde erbij tot hij bij 27 is. Betekent dus 9 stappen. 8c. Metingen hebben aangetoond dat 1 stap van een jachtluipaard 0,45 seconden duurt. Bereken de versnelling van het jachtluipaard. Nou, als die elke stap dus zoveel in snelheid toeneemt, ja, we gaan gewoon de formule invullen. A is delta V gedeeld door delta T. Het verschil in snelheid is 3 meter per seconde, wat letterlijk gezegd, maar je kan ook VE min VB doen. Dus dat is 3 min 0, is 3. En het verschil in tijd, stap is dus 0,45. 3 gedeeld door 0,45, ja, wederom geen rekenmachine bij me, maar het zal dus ja, iets hoog in de 6, nog wat zijn. Reken dat zelf even uit. En de eenheid is dan natuurlijk meter per seconde kwadraat, want we hebben het op versnelling A. Ja? 3 gedeeld door 0,45. Dus dat was vraag 8. Komt vraag 9. Staat een stelletje voor. Dat is wat lastiger, dus let op. In figuur 11 zie je het XT-diagram van een sprinter in een hardloopwedstrijd. Bij A willen ze weten hoe beweegt de sprinter, eenparig versneld of vertraagd, in deel A, B of C. Dus we gaan onder elkaar zetten A, B, C. Kleine letter A dan hoofdletter A is, hoofdletter B is, hoofdletter C is. Deel A, dat is dit gedeelte, is hier sprake van een eenparige beweging, een versnelde beweging of een vertraagde beweging. Nou, nu weten jullie, in een XT-diagram is dit eenparig, die valt af.
We hebben eigenlijk in de tekst al geleerd dat hierbij een versnelde beweging hoort. Want we zien de verplaatsing over de tijd elke keer toenemen. Ja? Naarmate de tijd dus vordert op deze as, wordt dus ook de lijn steiler. Wat dus betekent dat er meer meters per seconde afgelegd wordt. Dus A is een versnelling. B is daarom, wat ik net al zei, een eenparige beweging. En C is een vertraagde beweging, een vertraging. Ja, dat is natuurlijk wel logisch voor een sprinter, want hier is natuurlijk vanaf 0 seconden het startschot, moet die snelheid maken. Halverwege de baan is die topsnelheid en die komt de finish in zicht en dan vertraagt hij wat. Dat is op zich logisch. 9b. Leg uit of de gemiddelde snelheid in deel B groter of kleiner is dan de gemiddelde snelheid in deel C of precies even groot. Dus we kijken naar deel B en deel C. En dan moeten we dus ons afvragen, is de gemiddelde snelheid groter of kleiner? Dat kan ik uitleggen aan de hand van het XT-diagram. We zien hier namelijk precies hetzelfde tijdspannen als daar. Pak je geel driehoek er maar bij. Deze tijdafstand is hetzelfde als die. Ja? En in dit tijdsbestek, trek de lijn even hieronder, in dit tijdsbestek wordt meer meters afgelegd dan in dit tijdsbestek. Kijk maar, deze is veel korter en deze is veel langer. Dus hier is veel meer meters afgelegd in dezelfde tijd. Ja? En hier is dat veel korter. Dus bij B is V gemiddeld groter. V gemiddeld is dus gemiddelde snelheid. B is V gemiddeld groter. En als C, de eerste 2 seconden rende de sprinter met een constante versnelling van 4 meter per seconde kwadraat. Bereken welke snelheid de sprinter na die 2 seconden had bereikt. Letterlijk genomen betekent deze versnelling dus iedere seconde neemt de snelheid met 4 meter per seconde toe. Er passeren 2 seconden, dus de eerste seconde is de 4 meter per seconde. Weer een seconde later is die 8 meter per seconde. Ga ik niet eens een berekening voor opschrijven, hoeft van mij betreft niet eens. Dit is 8 meter per seconde. En dat is de snelheid die de sprinter na 2 seconden had. En dit zijn de vragen dan die ik de moeite waard vond om te bespreken. Zijn er toch nog andere vragen? Laat het eventjes weten in de chat van Teams.